Goedemorgen allemaal. Nou, het is nu 11 uur, het is een uurtje later geworden. En het is ook een dag later geworden, maar excuses daarvoor. Normaal gesproken doe ik altijd mijn Friday Facebook Live om 10 uur. Maar ik had jullie al laten weten dat ik was gisteren in Veenendaal om aan mijn bedrijf te werken. En om te leren hoe ik makkelijker en nog meer met jullie in contact kan komen. En mijn content met jullie kan delen. Dus vandaar dat ik even niet vrijdag mijn Friday Facebook Live kon doen. Dus doe ik hem nu op zaterdag. Nou, het is misschien helemaal geen goed moment voor jullie. Volgens mij is de voetbal en de sporten allemaal afgelopen. Dus daar hebben we dan geen last van, zeg maar. Maar ja, het is natuurlijk wel weekend. Maar goed, ik dacht ik ga het toch een beetje goed maken bij jullie. Ik heb al een aantal vragen binnengekregen. Dus ik hoop dat ik toch nog een goede uitzending voor jullie kan maken. Ik zie nu langzaam de mensen binnendruppelen. Zoals ik elke uitzending ook zeg. Ik zie ze wel in de bovenbalk. Maar dan zie ik ze weer niet in de zijkant. Dus dan zie ik wel de oogjes die kijken, maar niet wie het is. Dus dan kan ik jullie nog niet verwelkomen. Ik heb ook afgelopen woensdag een uitzending gedaan. En toen heb ik met jullie gedeeld dat ik met het schrijven van mijn boek bezig ben. Wat dus helemaal niet opschiet. Maar goed, ik dacht ik ga maar gewoon per hoofdstuk dan de dingen met jullie delen. Dan kan ik toch nog iets voor jullie tekenen. En de hoofdstukken die ik nu heb geschreven, dat ging dus, of die gaan dus over woedeaanvallen, driftaanvallen en drama queen aanvallen. En heb ik dus een onderscheid gemaakt in de verschillende soorten ja, emotionele uitbarstingen van onze kinderen. En nou, als je daar meer over wil weten, dat is dus de uitzending van woensdag. Hij staat ook gewoon bij Als Hechten Niet Vanzelf Gaat. Dus als je die gemist hebt, dan kun je daar naartoe. En dan leg ik uit wat ik in de hoofdstukken heb beschreven. Maar naar aanleiding van die uitzending was er wel een vraag binnengekomen. En die was van een moeder. En zij vraagt, ik geef namelijk heel veel tips bij woede- en driftaanvallen en hoe je het verschil kunt zien bij, wat is nou een drama queen aanval zoals ik hem zeg, of zoals ik hem benoem, dat is zeg maar een aanval die onze kinderen gebruiken om de boel naar hun hand te zetten. En wat is nou echt een woede- en een driftaanval? En ik deel dan mijn mening hoe ik de meltdowns, hoe ze dat in Amerika zeggen, of de woede- en driftaanvallen, hoe ik ze zie. En vooral wat je daaraan kunt doen. En deze mevrouw vraagt dan van, ja, hoe zit dat dan met angstaanvallen? Dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Ik heb namelijk een meisje in mijn hoofd die we ook op ons Healing Heart Camp hadden. En die had ook heel erg last van angstaanvallen. En ik denk dat je op dezelfde manier ook naar een angstaanval kunt kijken. Als dat je naar een woede- en driftaanval kan kijken. Dus Danielle, heel erg dankjewel voor je vraag. Ik hoop dat je gaat kijken. Ik zal je wel even anders een pb'tje sturen, dat ik laat weten dat ik jouw vraag nu aan het beantwoorden ben. Maar zij vraagt dus, ja, hoe zit het nou met angst? Onze dochter heeft een reactieve hechtingsstoornis, maar is ook lichtverstandelijk beperkt. Ze vindt heel veel dingen heel spannend. Nou, dat benoemen ze dan voor haar. En vaak vinden onze kinderen het ook heel lastig om het te benoemen. Hè. Dus ze voelen wel sensaties in hun lijf, maar ze kunnen er niet echt goede woorden aan verbinden. Dus dat doen deze ouders al hartstikke goed. Maar ze schrijft ook, ja, maar als we bijvoorbeeld gaan fietsen en ze schiet in de vlek, ik weet niet wat ze met vlek bedoelt, maar dan gilt ze dus de hele boel bij elkaar. En dan vraagt ze dus, heb je hier een tip voor? Nou, ik vind het altijd heel moeilijk om een tip te geven naar aanleiding van een klein tekstje, maar ik kan er wel iets over zeggen. Het is heel goed om te kijken, schiet ze in die angst en is ze eigenlijk overgeleverd aan, aan de overlevingsmodus waar ze in schiet? Of gebruikt ze dat gedrag van die angst om de boel naar de hand te zetten? En als ouder kun je dat echt goed wel, kun je echt goed het verschil zien. Als ze nou de angst echt gebruikt om, het lijkt op angst, maar je ziet dat ze het gebruikt om de boel naar de hand te zetten. En dan kun je daar dus op reageren zoals ik in de drama queen aanvallen dan adviseer. Dan ga je eigenlijk of het nadoen, of je gaat haar ook echt op die manier benaderen. Dat je helemaal meegaat in het spel van die angstaanval. Maar je moet wel heel goed opletten dat het dus wel een drama queen aanval is. En dus niet echt de angstaanval vanuit het overlevings, die overlevingsmodus waar ze in schiet. En zoals ik dus ook bij die woede- en driftaanvallen uitleg,
daar worden wij in Amerika ook op getraind, is dat je bij je kind kunt herkennen als er een verandering gaande is in dat brein. Als je kind gewoon aanwezig is, dan zit er minder activiteit. Ik leg het altijd uit aan de hand van mijn hand. Als je kind gewoon online is, dan is er bijna geen activiteit in het reptiele brein, overlevingsmodus. Hier overheen komt dan het limbische systeem en de neocortex. En dan is het de meeste activiteit in het limbische systeem en het neocortex. Dus dat is het zoogdierenbrein en het mensenbrein. Die twee moeten in combinatie zijn en die moeten online zijn. Dus dan kunnen onze kinderen zich in een ander inleven. Ze kunnen... hey, goedemorgen Stefan, wat leuk dat je kijkt. Of ze kunnen zich probleemoplossend denken, nadenken... oorzaak-gevolg denken staat aan. Maar als ze zeg maar offline gaan, hè, doordat ze dus in die angstaanval schieten, dan schieten ze dus met hun actieve, en dan gaat dus neocortex en limbisch systeem offline, en dan schieten ze in de overlevingsmodus. Maar wat ik dus heb geleerd, is dat die verandering in dat brein, dat is dus te zien in het gezicht en in het lijf van je kind. En zoals dat dan bij woede- en driftaanvallen te zien is, dan kun je zien dat er een verandering van de kleur van het gelaat. Dus het is of het wordt rood of juist heel wittig, bleekjes. Bijna een beetje, ja, de stress schiet eerst in het gezicht. Soms worden de oren knalrood. Soms hoor je het ook in de stem, dat ze op een andere manier hun stem gaan gebruiken. En ik denk dat voor die angstaanval, als dat vanuit die overlevingsmodus is, hè, dus niet vanuit drama queen modus, maar vanuit overlevingsmodus, dat je dus ook dus tekenen kunt gaan zien bij je kind voordat ze er helemaal in schieten. En dat zou natuurlijk juist zo mooi zijn, want dan kun je nog voordat het helemaal wegzakt in die aanval, kun je haar dan al helpen. En ik denk dat in die zin de angstaanval en de woede- en driftaanval wel een beetje op elkaar lijken. En wat ik dan ook zeg bij de woede- en driftaanvallen, dan kun je je kind al geven wat het op dat moment, waar het op dat moment behoefte aan heeft. En dat weet ik niet hoe dat dan bij de dochter van Danielle is. De een vindt het fijn om even één op één te zijn. De een vindt het fijn om aangeraakt te worden en de ander juist niet. Vaak is het ook handig om even een glaasje water te geven of een up-and-down movement te geven van ga even op de trampoline of... wat we ze ook leren in de Healing Heart Camps, dat ze even op en neer springen met jumping jacks. Want daarmee schiet je dus weer uit die overlevingsmodus en kunnen ze dus weer de activiteit krijgen in de andere gedeeltes van hun brein. En ook bij een angstaanval, net als bij de woedeaanval, heeft het dus niet heel veel zin om met ze in gesprek te gaan. Want als ze dus vanuit die angstaanval in overlevingsmodus zitten, ja, dan zitten ze hier en hier kun je logisch nadenken en beredeneren en problemen snappen en oplossingen bedenken, maar hier dus niet. Dus dat is eigenlijk ook wel een advies wat ik dan deze moeder zou geven. Ga niet dan heel erg met je kind praten, want dat werkt op dat moment niet goed. En vooral ook met die woede- en driftaanvallen, als je dus in die staat van zijn met je kind gaat praten, dan geef je hem eigenlijk een hele grote kans op nog meer ellende, omdat ze dan gaan misschien schelden, nare dingen zeggen, pijnlijke dingen zeggen. Dus dan heb je eigenlijk die neerwaartse spiraal. Dus eigenlijk ook met die angst. Ik denk dat je er wel moet geven wat ze nodig heeft. En dat is wel wat ik al zeg. Hè. Kijken of je er van tevoren al ergens uit kan halen. En ik ben even de weg kwijt omdat ik allemaal dingen ook tegelijkertijd zit te lezen. Maar wel snappend ook, hè, dat als je weet dat die angstaanval vanuit het overlevingsmodus is, dat ze het niet jou per se aandoen. Dus probeer het niet persoonlijk te nemen. En weet gewoon dat dat het hen overkomt. Dat ze ook worden overvallen door of door de woede of door de angsten. En wat ik ook al zeg in dat hoofdstuk over de woede aanvallen van niet boos worden. Vooral geen time-out of schelden slaan. Het is allemaal uit en boos. Want dan zorg je ervoor dat het... het brein van je kind nog langer en nog dieper in die overlevingsmodus zal gaan staan. En daar heb je natuurlijk op dat moment niks aan. Wat ik ook uitleg in de woede- en driftaanvallen hoofdstuk is... kijken of je met je kind kunt gaan oefenen en vragen... Goh,
Kan je je angst een cijfer geven? Is het bijvoorbeeld een 1, ik ben een beetje bang, of is het een 10, ik durf helemaal niets meer en ik ben helemaal verstart? Dat je ook met je kind kan gaan oefenen van, hey, wat is dat nou eigenlijk precies? En hoe ernstig en hoe heftig is het? En ja, dat je op die manier een beetje ook kunt gaan zoeken met je kind. Ja, dat stappenplan hoeft niet per se, omdat ze niet echt iets hebben gedaan wat niet vervelend voor ze is. Ja, en ook bij angsten is ook heel goed om een manier te vinden om een up-and-down movement te doen. Dus wat ik ook altijd uitleg, hè, de 6 R's van Bruce Perry. Dat is zo'n hele lijst met allemaal activiteiten van op een trampoline springen, op een bouncybal gaan bouncen. Als je kind nog wat kleiner is, gewoon op schoot nemen en hier heen en weer gaan bouncen. Dat zijn allemaal kleine interventies die je kunt doen met je kind om dan het weer uit overlevingsmodus te halen. Wat ook bijvoorbeeld een hele goede is voor Danielle, is om te kijken van, waar wordt mijn kind nou precies bang van? En dat op andere momenten te oefenen. Dus stel je voor dat ze bijvoorbeeld, ja, ik lees hier in het voorbeeld, ze gaan fietsen en dan schieten ze dus op een bepaald moment in de stress. Dat je bijvoorbeeld, maar als je dan bijvoorbeeld net boodschappen moet doen of je moet ergens naartoe, naar een feestje en je bent onderweg en je kind schiet in een angstaanval, is dat niet handig. Dus dan zou je misschien kunnen oefenen op een moment dat je niet ergens per se naartoe moet, maar wel vaak dan die weg rijdt, dat je hem gewoon gaat rijden. Dat je dan gaat kijken van, nu schiet ze in deze modus. Of je zegt tegen je kind, goh, laten we het gaan oefenen. Dat is al op een hele andere manier omgaan met die angst. En ik zou ook altijd willen adviseren om je kind te laten weten dat het er mag zijn. Wat ik ook zeg met de woede aanvallen. Je kinderen willen dat eigenlijk ook niet zelf. Ze worden erdoor overvallen. En als je de woede aanval, maar dus ook de angstaanval zou kunnen zien als een storm, hè? Dus een onweerstorm. Een onweerstorm ga je ook niet proberen tegen te houden. Dan weet je ook, oké, er is nu een storm. Hoe gaan we mij veilig houden? Hoe hou ik mijn kind veilig? En hoe hou ik de omgeving veilig? En dan ga je kijken, oké, we zitten die storm even uit. Op dat moment kunnen we niet echt veel voor elkaar betekenen. Dan behalve elkaar veilig houden. En als we dan de storm weer uit zijn, hè, dus als we dan vanuit hier weer naar limbisch en naar neocortex gaan, dan kunnen we weer stappen maken. En dan kunnen we werken aan de heling van die angst die steeds naar boven komt, maar nooit op het moment zelf. Ik vind dat echt een hele goeie. En ik heb dat in de jonge jaren van mijn dochter, wist ik dat niet, snapte ik dat niet, heb ik daar niet goed op gereageerd. Ik werd op een gegeven moment ook gewoon geïrriteerd door, zij had ook wel vaak van die meltdowns, hè, toen ze heel jong was. Dus dan lag ze gewoon echt op de grond, omdat ze eigenlijk gewoon overprikkeld was. Maar ik wist dat toen niet. Dus ik dacht echt, wat is er nou met haar aan de hand? Ik begreep dat gewoon niet. En nu zou ik dat kunnen zien als, ze is overprikkeld, er is iets gebeurd, ze wordt overvallen door haar vroegkindelijk trauma. Ze snapt het zelf ook niet, ze heeft er geen woorden voor. Maar dit is waar we mee moeten zien te dealen op dit moment. En dit is een soort thunderstorm, een onweersbui, waar we doorheen moeten zien te komen. Nou, ik hoop dat dat voor Danielle een goede aanvulling is op de video van woensdag. En ik zal het even aan haar laten weten dat ik hem heb beantwoord vandaag. Even kijken of er nog andere vragen binnen zijn. Ik wil iedereen even verwelkomen. Dus Stefan, Linda, Corina, Inge en DJ. Hey, goedemorgen DJ. Ik zie een opmerking van Stefan. Hij zegt, wij zien steeds meer tekenen bij onze zoon wanneer hij in zijn reptielenbaan schiet. Dankzij de hele bruikbare tips van jou. Nou, dat is fijn. Dan heb ik iets betekend voor jullie. Wij hebben hier een hulpverlener in huis die echter niet biedt wat wij wel verwachten ten einde van de eerste gesprekken en afspraken. Graag willen we kijken naar andere opties. Kunnen wij hierover met jou spreken? Ja, sparren. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Ik zeg er wel altijd bij, ik ben zelf geen hulpverlener, geen psychiater, geen psycholoog. Maar ik ben moeder van een kind met deze problematiek. En ik heb me er totaal in gestort. Dus ik ben naar het buitenland gegaan. Ik krijg les van de trauma-experts eigenlijk in de wereld over dit onderwerp. Dus ik heb heel veel kennis. Dus ik kan altijd een keer met jullie mee denken en meesparren. Ik weet wel dat er in de hulpverlening, hoe kan ik dat netjes zeggen,
er zit een, zeg maar, een gat, laat ik het zo, een gat tussen de behoeftes en de verlangens van ons als ouders en de hulpverleners en wat zij aan kennis hebben en wat zij weten te vertalen naar bruikbare tips voor ons. Dat was ook weer zo helder tijdens mijn training van 2 weken geleden. Ik zeg altijd in mijn training, het liefst hoop ik dat mijn zalen leeg blijven, want dan weet ik dat elke ouder heeft gevonden wat hij of zij nodig heeft. Dat is niet het geval, daarom zitten mijn zalen altijd vol. Omdat ze op zoek zijn naar iets wat ze dus niet in de hulpverlening kunnen vinden. En het zou heel mooi zijn als de hulpverleners dat kunnen snappen. Of ja, dat weet ik niet zo goed. Maar ik weet in ieder geval dat heel veel ouders, net als jij Stefan, daartegen aanlopen. En ik denk ook, daar had ik het laatst ook weer met een andere ouder over van een kind met hechtingsproblemen. Je kunt het uit een boekje lezen of op een training of op een school leren, maar dan heb je het nog niet 24/7 al, ik nu almiddels 18 jaar meegemaakt. En dat is heel anders. En we hebben ook heel vaak te maken natuurlijk met de twee gezichten. Dus mijn kind was naar hulpverleners en naar school een engeltje. En thuis kwam dat vroegkindelijk trauma naar boven door middels van een onuitstaanbaar kind, dat mag ik best wel zeggen. Niet dat zij dat graag wilde, maar ze was overvallen door haar vroegkindelijk trauma, waardoor wij er thuis niets mee konden. En dat kun je aan een hulpverlener vertellen. Maar als zij dat niet voelt, hoe dat is om dat al 24/7 zoveel jaren mee te maken, dan is dat lastig ook voor die hulpverlener. En wat ik zo mooi vind van de mensen die ik volg in Amerika, dat zijn vaak therapeuten die kinderen ook in huis hebben. Dus Nancy Thomas die ik volg en die mijn mentor is, die heeft zelf een hele grote ranch in Denver, waar ze weet ik veel hoeveel kindertjes heeft gehad in de loop van de jaren. Ik wou zeggen honderden, maar dat is volgens mij een beetje veel. Maar die heeft ze echt in huis. En die heeft echt de worst case children in huis gehad. Dus die weet echt, hè, die snappen ons, Stefan. En die snappen ook van, oké, dit is wat we leren uit de boekjes, maar dit is waar we mee te maken hebben. Dus Ik spar graag even met jullie mee eigenlijk. Ja, je hebt nog een andere opmerking. Die expertise die je hebt vergaard is nu wat een tekort lijkt te zijn bij onze hulpverlener. Ja, wat ik ook wel heel vaak terughoor van andere ouders, en dat heb ik zelf ook wel meegemaakt, als ik dan vraag, weet je wat hechtingsproblemen zijn? Ja, daar ben ik helemaal van op de hoogte. En denk ik, ja, maar als dat al in jouw hoofd zit, dat je weet, dat je denkt dat je weet wat het is, dan sta je dus eigenlijk ook niet open voor de wanhoop en de moeheid en de overspannenheid van ons, waar wij eigenlijk mee te maken hebben. En wat ik leer dus ook in Amerika, vooral door te werken op die kampen, is dat waar we echt hulp voor nodig hebben, staat niet in de boekjes. Het is vaak toch wel algemeen wat ik dan ook heb geleerd. Je moet het niet persoonlijk nemen. Je moet het loslaten. Dat was ook een van de eerste dingen die Nancy mij ook vertelde. Dit is wat je te horen gaat krijgen bij de hulpverleners. En dat kan niet. Je kunt het niet loslaten. Je kunt het niet persoonlijk nemen. Want het is je kind. En onze kinderen weten ons feilloos op onze pijnpunten te raken. Dat doen ze niet omdat ze ons pijn willen doen. Dat doen ze omdat ze die innerlijke pijn hebben waar ze niets mee kunnen. Dus ja, moeilijk, moeilijk. Stefan zegt ook nog, het lijkt alsof er een collectieve arrogantie onder de hulpverleners bestaat om nieuwe kennis van buiten een organisatie te vergaren. Dat vind ik buitengewoon zorgwekkend als we het over de jeugdzorg hebben. Als ik geld had, zou ik nu een trip naar Amerika boeken. Oh, ja. Maar weet je, Stefan, misschien kan je me helpen om die mensen naar Nederland te halen. Want dat is echt mijn droom. Ik had het bijna voor elkaar. Ik had een locatie voor een Healing Hearts Camp. Ik was bezig met de voorbereidingen voor de catering. En ik had de datum. En ik had Nancy Thomas ook zover dat ze naar Nederland zou komen. Maar toen had ik zelf thuis een enorme crisissituatie. En ik ben zelf ernstig ziek geweest het afgelopen jaar. Dus ik heb het moeten cancelen. Maar hij staat nog steeds op mijn lijst. Ik wil zo graag Nancy en haar team naar Nederland halen. En dat Healing Hearts Camp in Nederland organiseren. Want ik geloof dat dat is. Ik heb het zelf meegemaakt natuurlijk. Eerst als gezin. En daarna ben ik teruggegaan een aantal keer om daar te werken op de kampen. En dat is volgens mij de missing link die wij als ouders in Nederland nodig hebben. Aan de ene kant ben je dan op het kamp om
les te krijgen van Nancy, het gelijk in de praktijk te brengen. En je bent met 15, tussen de 10 en de 15 andere gezinnen die snappen wat wij voelen, wat we dag in dag uit meemaken. En dat is ook zo helend. En dat is ook zo helend op mijn trainingen. Ik had ook laatst een confrontatie met een hulpverlener die zich waarschijnlijk heel erg persoonlijk aangesproken voelde. En zij zei, jij vertelt alleen maar alles wat je uit de boeken hebt gevonden. Ik dacht echt van, ja, wat is daar mis mee? Ja, en jij bent helemaal geen hulpverlener en dan sta je dat allemaal te verkondigen. En toen dacht ik, nee, dat sta ik helemaal niet te verkondigen. Ja, ik leer uit boeken en ik leer van mensen, maar dat doet volgens mij iedereen. Maar toen dacht ik, van wat is nou het speciale van de trainingen die ik organiseer? Als ouder ben je dus samen met andere ouders. Dus ik vind dat eigenlijk het meest helende van mijn trainingen. Natuurlijk probeer ik je zoveel mogelijk te delen wat ik weet over vroegkindelijk trauma. Maar daarnaast ben je dus een dag lang met mensen die jou begrijpen en snappen. En dat vind ik echt super helend. Oké. Dat is gaaf dat je met me wilt sparren. En wie weet kunnen we het voor elkaar krijgen. Ik ben inmiddels weer beter, nog niet 100%. Maar ja, ik wil dat zo graag. En helemaal als ik jouw opmerking ook lees, dan denk ik, oh, ik ga gewoon weer opnieuw starten en ik ga weer iets neerzetten. En dan kunnen we dat misschien, we kunnen waarschijnlijk niet Nancy elk jaar naar Nederland halen, maar misschien ook wel. Maar dan kunnen we daarna kunnen we wel dat gaan copy-pasten, dat concept. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Even kijken of er nog meer mensen iets hebben gevraagd. Nee, dit is dan even. Dan wil ik ook nog graag een andere vraag beantwoorden. Die is van, even kijken of ik hem kan vinden. Dat is van een moeder, van een dochter. Ze is nu 10 en een half. Dit gaat ook een hoofdstuk worden uit mijn boek. En ik zal hem even bijhalen. Ik zal eerst even vertellen wat deze moeder zegt. Nou, het is bijna zomervakantie. Dus de structuur gaat een beetje af van het leven van onze kinderen. Dat is sowieso natuurlijk al heel lastig. Maar wat zij ook vertelt, ik hou hem even anoniem. Maar ik wil hem graag met jullie delen, want ik denk dat jullie dat ook wel herkennen. Ik herken het zelf heel goed. Wat zij zegt, wat doe ik nou met haar dochter die de hygiëne niet belangrijk vindt. Ze is dan 10,5, bijna 11. En het wordt straks een meisje, heb je weer andere uitdagingen. En ze zorgt niet goed voor zichzelf. Het liefst doucht ze niet. Op een gegeven moment ga je dan toch minder fris ruiken. Ze verzorgt zich ook niet qua hygiëne. Wij noemen dat in Amerika de number one of number two. Het liefst poetst ze haar tanden niet. En alles wat ze aan persoonlijke verzorging probeert te leren aan haar dochter, wil ze niet aannemen. Ze heeft ook nog harenkammen. Eigenlijk staat ze constant in de nee-modus als het gaat over persoonlijke verzorging. Ze heeft bijvoorbeeld ook nog tandpasta op het gezicht en snot. Ik weet niet of jullie dat herkennen, de mensen die kijken. Wat de moeder ook zegt, bij veel dingen denk ik, of heb ik leren denken, is dit nou echt zo belangrijk? Dat is ook goed om te leren, hè, van hoe belangrijk is het nog over 5 minuten, over 5 uur, of 5 dagen, of 5 jaar? Nou, dan kun je eens een beetje in perspectief zijn, want op een gegeven moment zijn we toch een beetje de weg kwijt. Dus dat is ook wel een hele goede die ze heeft bedacht, van hoe belangrijk is het nu? Maar toch zou je het fijn vinden als je kind naar school gaat met een toch redelijk schoon gezicht, hè? Want zij zegt ook, ja, er zit een snot op het gezicht, en tandpas op het gezicht, en even haar gezicht schoonmaken voordat ze dan de deur uitgaat, vindt zij niet belangrijk. En wat ze dan ook zegt, ja, de number two, hè, ze veegt haar billen niet goed af. En dan heeft ze gewoon hele vieze onderbroeken. En ja, ik herken dit stukje wat zij dan vertelt. Ja, op een gegeven moment wordt ze ongesteld, dan verzorgt ze zichzelf niet goed. Maar als je ongesteld wordt, hè, want onze kinderen, de dames, de meisjes worden op een gegeven moment ongesteld. En als ze dat stukje dus niet goed kunnen verzorgen, wordt het wel echt een beetje een rommeltje. Wat ze ook zegt, ja, dan heeft ze bijvoorbeeld een beetje poep wat door de onderbroek in de kleding komt. En dan vindt dat meisje dat niet belangrijk en lacht ze dat een beetje weg. Nou, dat vond ze echt heel lastig, deze moeder. Ik heb moeite om de naam niet te noemen, omdat ik het ken, maar ik wil het even anoniem houden. Ik vond het heel fijn dat deze vraag kwam, want dat is ook echt een vraag die ik niet uit de boekjes heb geleerd, maar wel in Amerika op de kampen leer. Want
de vragen die deze moeder stelt, vooral over poep en plas en ongesteldheid, dat zijn vragen die bij heel veel mensen spelen. Want heel veel kindertjes die worden al wat later zindelijk. Eigenlijk number one en number two worden gewoon, is gewoon later. En dat heeft ook met het stukje brein te maken. Omdat poepen, plassen, alle actiesystemen van het lijf, en de oeractiesystemen van het lijf, die zitten in het reptiele brein. Dus het is sowieso al lastiger om zindelijk te zijn voor onze kinderen. Ze voelen die impulsen gewoon minder goed, omdat dit stukje, ja, reptiele brein gewoon verstoord is of niet goed opgebouwd is. Dus dat is aan de ene kant. En aan de andere kant weten ze gewoon dat poepen, plassen, snot, hè, dus, ik weet niet precies hoe ik het nou in mijn hoofdstuk heb genoemd. Oh ja, dus overgeven, plassen, poep, winden en andere viezigheid. Ze weten dat ze met die, Nancy noemt het, they have a fascination for blood and gore. Dus voor de viezigheid van de donkere kant van het lichaam, het leven. En zij weten dus dat wij als ouders dat vervelend vinden of niet fris vinden. En daar gaan we de hele tijd op zitten hameren. En dat is voor hun ook alweer een tool om controle te houden over de situatie. Dus aan de ene kant moeten we goed snappen, het is lastig voor hun. Dus ze worden al later zinnelijk en ze hebben moeite met het gevoel van, moet ik nou poepen, moet ik nou plassen, moet ik überhaupt een van deze twee? Want als je dus heel veel in overlevingsmodus zit, maak je heel veel stresshormonen aan. En die zorgen ervoor dat je je actiesystemen, dus je impulsen, niet goed kunt voelen. En dat hoort ook zo te zijn. Want als jij acuut gevaar hebt, dat als er opeens een beer op de weg staat, moet jij niet het gevoel hebben, oh, ik moet eigenlijk plassen. Nee, dan moeten al die systemen uitstaan, omdat jij moet vluchten of vechten of in een freeze moet blijven staan. Maar ja, omdat onze kinderen dus altijd of heel vaak in die freeze of in die overlevingsmodus staan, staan ze veel te vaak met die lichaamsfuncties uit van, hey, ik moet plassen, ik moet poepen, ik heb honger, ik heb dorst. Dat is vaak ook een rommeltje. Ze weten niet wanneer ze poepen of moeten plassen. En ze weten ook vaak niet of ze nou honger of niet honger hebben, of dat ze nou dorst of honger hebben. Het is gewoon niet goed ja, dat staat gewoon niet goed aan, die systemen. Nou, en ik zal nu even naar mijn hoofdstuk gaan, kijken of ik het goed kan vertellen. Wat ik dan ook schrijf is, onze kinderen gebruiken vaak hun lichaamssappen om ons tot waanzin te brengen. En vaak gaan ze dus expres een beetje vieze dingen doen. Aan de ene kant is dat dus om controle te krijgen over de situatie. En aan de andere kant, het niet goed verzorgen, is ook die hele lage zelfwaarde. Als jij jezelf helemaal niets waar vindt, je vindt jezelf een loser en niet waardig om er maar te zijn en wat dan ook, dan heb je minder het gevoel om goed voor jezelf te zorgen. Ik was bijvoorbeeld in de afgelopen periode gewoon echt heel erg ziek. Ja, ik heb best wel eens een keertje mijn tandenpoetsen overgeslagen, dat ik denk van, oh, ik kan haast niet mijn bed uitkomen, ik voel me dit, ik voel me dat. En dat hebben onze kinderen ook. Als je je gewoon heel vervelend voelt en minder waardig en waardeloos en ik doe er niet toe en niemand houdt van mij, waarom zou je jezelf dan goed verzorgen? Dus Nancy Thomas heeft mij ook geleerd, hoe beter onze kinderen voor zichzelf gaan zorgen, hoe beter met het hele van hun brein gaat. En verzorgen ze zichzelf niet goed, dan is dat eigenlijk ook een teken van, we moeten nog goed werken aan dat hele van het brein. Nou, en aan de ene kant ga je hard aan het werk met het hele van het brein, hè, door middel van de traumatherapie die ik altijd uitleg. Dus maskertoven, EMDR, Theraplay, Basic Trust. Dat zijn allemaal hele goede therapieën om met een therapeut aan de gang te gaan. Aan de andere kant de 6 R's. Dus hoe kan je thuis dat brein goed trainen, hè, om het juiste weggetjes aan te maken. Heel veel bouncing activities, maar ook de ouderwetse spelletjes. Klusjes doen in huis, nou noem maar op. En aan de andere kant, als ze het gedrag laten zien, niet reageren op het gedrag zelf, maar een consequentie aan te verbinden. Dus niet straffen, maar de consequentie laten voelen. Nou, wat ik dan heb gedaan met mijn dochter. Mijn dochter heeft jarenlang haar bed helemaal onder het bloed gedaan. Dus dat is aan de ene kant jezelf pijn doen. Hè? Dus dat is al een teken van, we moeten heel hard aan je brein werken. En aan de andere kant ging ze constant dat bed onder het bloed maken. Nou, ik ging dat zelf wassen. En zelf proberen elke keer die vlekken er weer uit te halen. En daarnaast heeft ze ook heel lang in de bed geplast. Ik had echt niet het gevoel dat ze dat expres deed, want ze had er echt ook wel last van.
Wat heb ik bij Nancy Thomas geleerd en hoe we dat dan op de kampen in Amerika doen? Hè, en of dat nou over het bed is of over je onderbroek niet goed schoonmaken. En dit is eigenlijk de tip die ik aan deze moeder wil geven. Als je kind, hè, de persoonlijke hygiëne niet goed op orde heeft. Nancy heeft mij geleerd, het moet altijd, de verantwoording moet altijd bij je kind gelegd worden. Dus als jouw kind zegt, joh, ik ga mijn billen niet afvegen naar poepen. Of ik heb in mijn bed geplast of zelfs nog in mijn bed gepoept. Want heel veel kinderen bij, op kamp, die poepen ook in hun bed. En soms smeren ze het nog aan de muur, hebben ze een mooie muurtekening gemaakt. Het moet altijd, de consequentie moet altijd bij je kind blijven. Dus wat wij deden op kamp, als kinderen dus in hun bed hadden gepoept of geplast. En dat heb ik dus ook bij mijn dochter toegepast. Niet boos worden. Het omdraaien, het omdenken en er een positief iets van maken. Hé, wat goed. Nou kan ik jou dus leren om te leren wassen. Om ergens vlekken uit te halen. En ik heb mijn dochter geleerd om, als zij dat bed omrukt. Want ik had eerst had ik zoiets van, je krijgt geen dekbed meer. Of ik werd boos. Of dan had ik een zakdoekje of een washandje naast het bed gelegd. Maar als je dan de boel onder het bloed doet, doe het dan op dat washandje. Doe het of geen dekbed, maar een deken. Nou, dat hielp dus allemaal voor geen meter. Want ik had de stress en ik had elke keer dat werk aan die bloedvlekken. En toen was ik dus op kamp geweest naar Amerika. En toen heb ik geleerd van Nancy, laat de verantwoording bij haar. Als zij dat bed onder het bloed wil doen, dan is de consequentie dat ze elke dag het bed moet afhalen en weer opmaken en zelf moet wassen. Toen was het zo voorbij, want toen had ze door van, oh, oké. Ja, nou moet ik dus leren afhalen en opmaken. En het grappige is, zij is dus nu een meisje wat zelf haar bed ophaalt, afhaalt, in de was stopt. En dat is eigenlijk een mooie bijkomstigheid van iets waar ik jarenlang helemaal gek van werd. Nou, dat zou ik eigenlijk ook willen adviseren aan deze moeder. Als zij nou er ondergoed, ja, als dat steeds onder de poep is. Ik zou zeggen, joh, dat is een mooie kans om te leren wassen. Dat ze zelf gewoon de onderbroekje moet uit wassen voordat het in de wasmachine gaat. Dat heb ik namelijk ook bij mijn dochter gedaan. Die had er ook een beetje last van. Die weet ook niet precies wat het nou was. Maar ik zei ook van die onderbroeken met die plakaten poep nog erin. Die ga ik niet zo in de wasmachine gooien. Dus als jij ervoor kiest om niet je billen af te vegen. Ik vind het prima. Maar dan voordat ze in de was gaan. Moet jij zelf dus even je onderbroek uitwassen. Nou, dat vond ze ook allemaal wat minder gezellig natuurlijk. Dus dan verdween dat dus ook. Dat hechtingssymptoompje verdween dus ook. Even kijken of ik nog meer kan vertellen wat ik heb geschreven. Eens even kijken. Nou, ik weet even niet wat ik er nog meer over kan vertellen. Ik ga even kijken wat jullie allemaal hebben gevraagd. Angelique, zeg nog iets aan Stefan. Oh, jullie zijn bij elkaar in gesprek gegaan. Even kijken wat jullie zeggen. Dat straks even kijken, want dit is eigenlijk een gesprek wat jullie onderling aangegaan zijn. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd of jullie nog vragen voor mij hebben. De zomervakantie is natuurlijk staat voor de deur. En ik ben benieuwd of ik nog maar iets voor jullie kan betekenen. Ik zit ondertussen ook even mee te lezen, maar dit gaat over school. Het is misschien interessant voor andere mensen om te kijken als die straks geplaatst wordt. Als er nog mensen zijn die vragen hebben over vroegkindelijk trauma, op wat voor manier dan ook. Wat ik al zeg, de vakantie staat voor de deur. Ik heb ook in de groep laten weten van afgelopen zaterdag dat ik met een membership bezig ben. Dus ik ga niet op vakantie, dus ik ga daaraan werken. En dan ga ik ook heel veel dingen met jullie delen, hopelijk in video's, maar ook in tekst, om jullie verder te helpen. Ik weet namelijk dat ik jarenlang de zomervakantie verafschuwde. Ik wist niet wat ik met mijn dochter aan moest op vakantie. Ik hield zelf heel erg van reizen, maar mijn dochter kon dat totaal niet aan. Ik zal misschien anders een blog plaatsen daarover. Want daar heb ik nog wel een blog over. Wat ik eigenlijk heb gedaan om de zomervakantie te overleven. Het eerste wat ik deed ook, omdat ik toch wilde blijven reizen. Terwijl dat door de zorginstelling was niet geadviseerd om met haar op reis te gaan. Maar ik dacht, ja, godverdorie. Ik heb het hele jaar al zo lastig. Ik wil in de zomervakantie ook nog wel eens eruit.
En wat had ik zelf al bedacht? Ik had voor mijn dochter elk jaar een vakantieboek gemaakt. Dat zal ik ook wel even laten zien ergens. Ik had dan een vakantieboek gemaakt. Dat maakte ik dan bij Abelli. En dan gingen we bijvoorbeeld 2 of 3 weken op vakantie. En dan had ik een soort vakantiedagboek gemaakt. Dus als we bijvoorbeeld naar... wij gaan heel veel naar Israël omdat mijn man naar zaken doet. Dus dan had ik een vakantieboek gemaakt met Israël. En dan liet ik elke dag zien waar we waren, hoe lang we moesten rijden. En op een gegeven moment ging ik ook een beetje quizzen maken in het boek. Dus maakte ik een beetje een soort van... ja, ook nog een beetje een spelletjesboek van. En ik weet nog dat mijn kind daar zoveel baat bij had. Want die sprong natuurlijk een soort van donker gat van nieuwigheid in. Van vakantie 3 weken onbekend. Ze zat toen in dagbehandeling. En dagbehandeling vond ze heerlijk. Ja, dat was geen vakanties, geen vrije middagen. Dat was een heerlijke structuur voor haar. Maar toch hadden wij geen 6 weken vakantie, maar 2 weken vakantie. En dat vond zij zo moeilijk. En dan maakte ik een boek bij Abelli. Dus dat is misschien een best een goede tip voor de ouders die mee zitten te kijken. En die ook denken van, ik moet met mijn kind op vakantie. En dan had ik gewoon elke dag, ook bij het weggaan, we gaan zo en zo laat ons bed uit. Dan is het vliegtuig. Zo ziet het vliegtuig eruit. Had ik allemaal plaatjes. Het is wel heel veel werk hoor. Maar dan zat ik gewoon in een weekend maakte ik dan zo'n boek. En dan, zo ziet het vliegtuig eruit. Zo lang gaan we vliegen. Dat is het hotel. En het grappige, dat heb ik wel in haar jonge jaren gedaan. Hè? Dus nu heeft ze daar niet echt meer behoefte aan. Maar in haar jonge jaren. En dan liep ze ook eigenlijk de hele vakantie. Liep ze bijna als een soort van houvast met dat boek in de rondte. Dus ik heb dat jarenlang voor haar gemaakt. Ik vond het zelf ook wel fijn. Dat wist ik ook. Ik heb ook wel een behoefte aan bekendbaarheid en voorspelbaarheid. Dus ik vond het ook nog heel erg leuk om te maken. Maar dat is echt een hele goede tip om dat te doen als je kind het heel moeilijk vindt om op vakantie te gaan. Wat kan ik nog meer vertellen over tips? Oh ja, wat we op een gegeven moment ook hadden gedaan. Want eigenlijk kon ik niet met mijn kind op vakantie. Dus als we dan een paar weken op vakantie gingen, dan hadden we eigenlijk 2, 3 dagen dat het nog wel een beetje ging. Want dan was het eigenlijk al niets meer aan. Want zij begreep ook niet wat vakantie was. Ze begreep ook niet waarom dat leuk was. En dan, wij hielden heel erg van het strand. En we hadden onze zoon, dat was een baby. Of een, ja, hè, 1,5. En dan, ja, dan zaten we op het strand. En dan zag je haar ook echt zo kijken. Zo van, ja, alles was onvoorspelbaar. Dus, en mijn zoon van 1,5, die liep dan te kruipen in zijn luidje over het zand. En die ging lekker met het zand spelen. En zij zat maar van, oké, wat gaan we nou precies doen? En nou, zij vond dat helemaal niks. En voor ouders is dat natuurlijk ook best wel lastig, want je ziet je ene kind heel erg genieten en je andere kind moet je eigenlijk constant aandacht geven. Dus dat hebben we op een gegeven moment gedaan. Toen hebben we gewoon gevraagd of onze vaste oppas mee op vakantie wilde. En die wilde dat. Dus dat zou ook echt een heel goede tip zijn voor de mensen die dat kunnen realiseren natuurlijk. Maar wij redden dat, dus want onze oppas kon gewoon zelf heen en weer reizen. Dus wat deden we dan als we bijvoorbeeld 2,5 weken op vakantie gingen? En dan deden we de eerste 3 dagen deden we zelf, want die wilde ook even quality time. Dan lieten we haar overkomen. En dan zorgde zij gewoon voor onze kinderen. Dat klinkt misschien een beetje luxe, maar het was of gewoon geen leuke vakantie hebben of haar over laten komen. En nou, meisje vond het hartstikke leuk, oppas vond het fijn, want die was op vakantie. Ja, die had ook best wel wat uurtjes dan vrij. Maar in de middag, ja, dan zorgde ze eigenlijk voor de kinderen. En heel vaak nam ze Jasmine gewoon mee naar binnen, want dat was al helemaal overprikkeld. Dus dan ging ze mee naar het huisje of naar het appartement. En dan zat zij daar binnen. Dus ja, ze moest dan wel 's middags binnen zitten, maar dat vond ze helemaal niet erg. En het grappige is ook, mijn dochter was dan bij ons heel erg zuigend en onaangepast. Maar bij de oppas was ze gewoon weer helemaal haar lieve zelf. Dus die had er eigenlijk ook veel minder last van. Nou, mijn zoon kon maar lekker zijn middagslaapje doen. En dan was eigenlijk iedereen blij. Dus dat is ook een hele mooie optie om... ja, als je gewoon niet weet, of als je zeker weet van ja, mijn zomervakanties zijn gewoon eigenlijk helemaal niks aan. En de laatste jaren heb ik dan mijn opa meegenomen. Ja, dat was natuurlijk helemaal fantastisch. En ik vond het ook heerlijk als hij erbij was. Dus dat zou ook een optie kunnen zijn, dat je gewoon lekker opa en oma meeneemt op vakantie. Voor de rest, kijken wat ik nog meer kan bedenken. Nee, nou, ik zal dat blog opzoeken. Dat zal ik... anders wel even op mijn website zetten. Er staan echt wel goede tips. Vooral voor iets jongere kinderen. Nou, ik ben benieuwd of jullie nog zelf vragen hebben. Ik zie dat er allemaal discussies ontstaan langs de zijbalk. Maar ik ben ook benieuwd of ik jullie nog met een vraag kan beantwoorden. Nou, en voor degenen die niet kunnen kijken nu. Ik zet hem eerst op mijn website. Of op mijn pagina. En daarna zet ik hem ook altijd op YouTube. En als je je dan abonneert op mijn kanaal, dan krijg je de volgende uitzendingen. Dan krijg je daar een melding van. Dus dat is ook wel fijn. Dan hoef je niet per se nu live te kijken. Maar dan kan je ook later kan je terugkijken. Nou,
als er helemaal geen vragen komen, zal ik even kijken of ik nog zelf een vraag kan vinden. Eens even kijken. Ja, dit is nog een vraag, maar dat gaat eigenlijk ook weer over agressie en crisismomenten. En die heb ik woensdag al behandeld. En ook een vraag die me eigenlijk altijd wel heel erg raakt. Het was ook al wel de afgelopen training van 2 weken geleden. Is dat zoveel mensen, zoveel ouders moeilijk vinden om een... ik noem het altijd een dreamteam om je heen te creëren. Je kunt eigenlijk kind met hechtingsproblemen niet in je eentje opvoeden. Ik zeg altijd, het opvoeden van kinderen met hechtingsproblemen is topsport. En een topsporter bereikt ook niet in zijn eentje de top. En... dat gaan wij ook niet redden zonder team om je heen. En ik had eigenlijk het meest ideale team wat je maar kon bedenken. Ik had natuurlijk de zorginstelling die altijd mee heeft gekeken en waar ze 2 jaar heeft gezeten. Daarnaast had ik mijn vader. Nou, dat was echt gewoon het ultieme geluk wat je eigenlijk kunt hebben als ouders van een kind met deze problematiek. Vooral opa's en oma's kunnen zo'n belangrijke rol spelen in het hechtingsproces van je kind. Ik moet dan ook altijd denken aan Bruce Perry. Die heeft ook een lezing over hoe belangrijk eigenlijk is dat je verschillende generaties hebt die bij elkaar wonen. En dat het in de westerse maatschappij eigenlijk helemaal uit elkaar is gevallen. Gordon Neufeld die zegt dat ook. Dat zijn die eerste experts die ik volg. En die zeggen ook, aan de ene kant hebben we de westerse welvaart. Hè? Dat vinden we allemaal fijn dat dat is gebeurd. Maar wat is er nou gebeurd door de westerse welvaart? Bruce Perry noemt dat, er is wel een relationele armoede gekomen. Dat vind ik zo'n mooie omschrijving. Dus aan de ene kant hebben we allemaal onze eigen huizen. En onze kinderen hebben allemaal eigen kamers in onze eigen huizen. Doordat we dus meer geld hebben gekregen, hebben we auto's, kunnen we verder uit elkaar wonen. Maar de hele structuur, hè, onze culturele structuur van samenwonen in clans, communities en families, is daarmee uiteengevallen. En ik denk dat we dat hele stukje verbinding en hechting daarbij uit het oog zijn verloren. En ik denk dat we daarom ook niet goed snappen waarom die verstoorde hechting een steeds grotere rol gaat spelen. Ik vind dat zo'n mooie realisatie wat ik eigenlijk geleerd heb van deze experts. En eigenlijk ook wel heel verdrietig dat het op die manier is ontstaan. En dan krijg je dus dat als je kind een verstoorde gehechtheid heeft met jou, dat je dan moeite hebt om dat dreamteam om je heen te verzamelen. Want waar je vroeger dan families, clans en communities had, zitten heel veel mensen, ja, die zijn op een gegeven moment ergens gaan wonen, omdat daar misschien werk was, maar helemaal ver weg van hun omgeving en hun opvangnet, noemt deze mevrouw dat dan. En dan heel vaak vragen mensen aan mij van, hoe kan ik nou mijn opvangnet uitbreiden? Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat te vertellen. Ik had dan, aan de ene kant had ik mijn vader, dus mijn dochter ging om het weekend naar mijn vader. Eigenlijk gewoon een soort logeerhuis en elke vakantie. En aan de andere kant had ik mijn oppas Maggie. En nou, dat was echt ook een geluk uit duizenden dat ik zo'n buurmeisje had die gewoon eigenlijk met ons mee is gegroeid. En ook in de hele heftige jaren gewoon altijd is blijven oppassen. Ook al is Jasmine alleen meenam of mijn zoon meenam. En als je dat niet hebt, dan ga je er op een gegeven moment aan onderdoor. Ik heb laatst ook weer gesprekken gevoerd met ouders, vooral met moeders, die uiteindelijk het niet meer aankunnen. Dan vraag ik ook, ja, waar is je dreamteam? Waar is je vangnet? Is er een omgeving? Die heb ik niet. Oké, dan ga ik met ze kijken van, kunnen we die misschien op een of andere manier creëren? En voor sommige ouders, moeders, is dat gewoon zo lastig. Heel veel moeders zijn ook alleenstaande moeders. Nou, dat is natuurlijk ook al zo moeilijk. En dat is wel eigenlijk de price we pay voor de westerse welvaart. Dat we de relationele armoede hebben gecreëerd. Door, wat ik net al zeg, die punten. Niet meer bij je clan, bij je community wonen. Ik was laatst bijvoorbeeld ook in Kenia. Met mijn kinderen en toen gingen we natuurlijk ook naar de Maasai. Maar dan zie je dus van, ja, je kan zeggen, oké, ze wonen nog in van die poepgemaakte huisjes. Maar ze hebben allemaal huisjes bij elkaar. En
families wonen bij elkaar en alles loopt in en uit bij elkaar. Dus die hebben nog die clans, die communities. Dus ik kan me heel goed voorstellen, als jij wat minder goed met je moeder kan, dan heb je wel een oom of een tante. En dan hebben ze ook een beetje de hiërarchie nog met de stamoudste of de wijze oude oom. Dat is in mijn familie ook eigenlijk ja, niet meer, dat staat ook niet meer. Mijn hele familie is ook uit elkaar gevallen door omstandigheden en door andere situaties. Maar dat is waar je die hiërarchie vanuit die hechting kunt, ja, goed kunt neerzetten bij kinderen. Dus, nou ja. Nou, ik zie geen vragen binnenkomen. Ik denk dat ik het dan hierbij ga laten. Dan is hij een keer wat eerder af, is ook goed. Wat ik al zei, deze uitzending is straks weer te vinden in op mijn pagina, als echt die vanzelf gaat. En daarna zet ik hem ook op mijn YouTube-kanaal, dus daar kun je ook op abonneren. Dan komen de, ja, ik doe wel eens, ik doe mijn Friday Facebook Live, maar ik heb ook eens andere uitzendingen, die zet ik allemaal op YouTube. En dan kun je gewoon, ja, als je abonneert op mijn kanaal, dan kun je ze ook achter elkaar luisteren. Dan hoef je niet per se naar mij te kijken. Maar dan kun je gewoon op jouw moment kun je het terugluisteren. Wat ik doe bij mijn experts, ik doe altijd gewoon lekker mijn stekkertje erin. En dan volg ik ze ook op YouTube. En dan kijk ik niet naar ze, maar dan luister ik lekker naar ze. En dat zou je ook met mijn uitzendingen kunnen doen. Nou, wat ik zei, deze zomer ben ik gewoon thuis. Dus ik ga keihard werken aan de projecten die ik allemaal heb staan. En dan hou ik jullie natuurlijk van op de hoogte. Nou, fijne dag allemaal. Ik ga eens even kijken of ik contact kan krijgen met Stefan nu. En dan wens ik jullie een fijn weekend en een fijne week. Tot snel allemaal. Bye bye.